Dit is dus de nieuwe sluis in IJmuiden, waar het zoute water van zee samenkomt met het zoete water van de binnenlanden. Maar wat heeft dat nou met IT te maken? Ja, je zou denken inderdaad, wat heeft dat met IT te maken? Maar dit is de plek waar alles samenkomt. Dat is precies wat wij doen met WinSys. Als tussenliggende schakel tussen eigenlijk de automatisering en de kantoorautomatisering. Het computertje wat je elke dag gebruikt. En dan heb ik je nog meegenomen naar een unieke plek ook. Want dit is de snelste sluis ter wereld en de grootste sluis ter wereld. En dat zijn jullie in feite ook aan het doen, maar dan met IT? Ja, wat wij doen is kantoorautomatisering aanvullen met onder andere sensoren, dashboards, cloud hosting. En zo gek je het kan bedenken, het moet met elkaar kunnen samenwerken. Is deze sluis überhaupt al geopend? Nee, deze zeesluis is nog niet geopend officieel. Daarom zeg ik, je staat op een unieke plek ter wereld. Alleen ze laten hier natuurlijk wel zien, middels alle testen, dat het daadwerkelijk werkt. Dat het daadwerkelijk heel snel verwerkt kan worden. Eigenlijk wat wij elke dag moeten laten zien. Dat we niet een onzinverhaal verkopen, maar het moet altijd werken. Het moet veilig zijn, het moet altijd beschikbaar zijn en dan overal werken. Waarin onderscheid jij je dan ten opzichte van andere bedrijven die ook met veel data en complexe systemen werken? Vroeger waren er systeembeheerders en wij noemen onszelf al helemaal geen systeembeheerders meer. We zijn juist een organisatie die kijkt naar de IT-organisatie. Dus het beperkt zich niet alleen maar tot je kantoorautomatisering, je officepakket of de cloudoplossing die ergens anders draait. Het is juist die integrale IT-oplossing waar we zo goed in zijn. Het moet natuurlijk ook een beetje betaalbaar zijn, dus je moet niet de hoofdprijs betalen. Vroeger, of nog steeds wel, betalen mensen een uurtje factuurtje. Bij ons is dat al lang verleden tijd. Je betaalt gewoon een vast bedrag per maand waar je IT voor georganiseerd wordt. En de cloud betekent eigenlijk dat de plek waar je werkt, de plek waar je IT wil georganiseerd hebben, helemaal niet meer uitmaakt. Of dat inderdaad in de luie stoel thuis is of aan de andere kant van de wereld is. Je moet overal een verbinding kunnen hebben en ook kunnen werken met jouw data, jouw applicaties. En dus ook eigenlijk je hele werkomgeving mee kunnen nemen. Eigenlijk als een avatar mee kunnen nemen, virtueel. Hoeven we dan helemaal niet meer lijfelijk aanwezig te zijn straks? Meta-wereld, metaverse, ze noemen het allemaal een beetje hetzelfde. Waar het eigenlijk echt op neerkomt is wat wij vandaag de dag al eigenlijk doen. Het is natuurlijk volledig cloud-based. En dat is eigenlijk wat de virtuele wereld inhoudt. En als je dat nou nog niet hebt gedaan, ben je dan te laat? Of is er nog een mogelijkheid om in te stappen voor bedrijven? Oh, dan ga ik iets heel gevaarlijks zeggen. Ik vind dat je heel erg te laat bent als je je nu nog richt op ouderwets kantoorautomatisering. Als je nu nog richt op die ouderwetse systeembeheerder die nog inderdaad uurtje factuurtje rekent. Die niet kijkt naar de koppelmogelijkheden die er al lang zijn. Vanuit mijn datacenter, wat we de vorige keer hebben gezien. Maar ook op die manier in de echte wereld, in de echte cloud. Ik denk dat de meeste grote bedrijven en vooral IT-gerichte bedrijven natuurlijk al stappen hebben gezet. Maar ik denk dat er ook heel veel bedrijven zijn, misschien ook wel die zitten te kijken, die denken, waar heeft hij het allemaal over? Ja, nou, dat is precies waarom ik je hiermee naartoe neem. Dit is gewoon de echte wereld. De echte wereld werkt met een computer, werkt met een systeem, een tablet of wat voor device dan ook. En dat is dus niet de mensen, dat zijn niet de techneuten waar we het over hebben. Wij doen ons werk niet voor de IT'er, wij doen ons werk voor die eindklant. Die gewoon vanuit moet kunnen gaan dat het veilig en stabiel en altijd werkt. Dus jullie bieden oplossingen om vooral snel te werken? Kom even met me mee. Ik laat die in de praktijk heel graag even zien. Oké. Wat wil je me laten zien hier dan? Dit is waar het oude en het nieuwe samenkomt. De oude zeesluis, waar natuurlijk nog gewoon in gewerkt moet kunnen worden. En de nieuwe sluis, waar alles veel sneller gaat, veel sneller verwerkt wordt. Oud en nieuw bij elkaar. Net als wat wij doen met IT. Dit is de nieuwe sluis? Dit is de nieuwe zeesluis. Jeetje, wat een bak zeg. Dit is een bak water waar wat je natuurlijk kan voorstellen dat hier een schip binnenkomt die heel snel, zo snel mogelijk eigenlijk, de haven van Amsterdam moet bereiken. Past een cruiseschip hier nou ook op? Cruiseschip, een heel grote tanker, je kan hier alles in kwijt. Zo. Nou, ik ben weer een stuk wijzer geworden, Martin. Dank je wel. Heel graag gedaan en natuurlijk weet je ons te vinden. En misschien de volgende keer weer iets unieks. Ja, ik vind het überhaupt een uniek kijkje in de toekomst, dat kan ik wel zeggen. En mocht u nou zelf dat ook willen nemen, dat unieke kijkje, ga dan snel naar onze website. Dan komt u vanzelf op de website van WinSys.